Ik ben Antoine Peters en op de vraag wat ik doe, wie ik ben, antwoord ik tegenwoordig dat ze mij een modeontwerper noemen. Dat zeg ik bewust omdat mode voor mij over zoveel meer gaat dan alleen het jurkje of wat je bij mode denkt. Voor mij gaat mode bovenal over communicatie, om de interactie en de dynamiek tussen de kleding en de mensen, de drager, maar ook de mensen eromheen. En het allerbelangrijkste daarbij is toch wel de glimlach. Het CS Museum die heeft mij benaderd met de vraag om een vrij onderzoek aan te gaan. Me te laten inspireren vanuit het depot, les te krijgen van mevrouw Vos en van Jan Kees. Verder was ik eigenlijk helemaal vrij. Ik had geen enkele restrictie. Ik mocht doen wat ik wilde. De meest lastige vraag die je kan krijgen. Sowieso deze kant die laten we intact. Daar kunnen we mooi op terugvallen. En ik denk misschien bij iedere stap even een goede foto maken. Ja. Van binnen en van buiten. We zijn ons aan het verdiepen in de plooitechnieken en dat is eigenlijk nog best wel breed. We hebben het dan over schorten, jakken. Maar het onderzoek moet eigenlijk nog gaan uitwijzen waar ik helemaal in ga duiken. Want nu zit je A, je zet er lettertjes bij. Ja, zodat A op A, A, op A B, B op B. Straks als ik deze opbeur. Dan moet ik hier ook nog even een beetje bij zetten. Dan kan ik er nu niet bij. Dus uiteindelijk wat we overhouden is één grote puzzel. Nou, wat ik de mensen van 100 jaar geleden wel zou willen vragen. Dat is sowieso bijvoorbeeld bij het jak. Wat de drie belangrijkste essentiële plooien zijn die er in zo'n jak zitten. En of die er überhaupt zijn. En ook of er stiekem toch niet ergens wat persoonlijke symboliek in verstopt zit. In de kleding en in de klederdracht. Dat er kleine dingetjes verstopt zitten waar we nu nog geen weet van hebben. Als je dat aan het doen bent, volgens mij kom je er dan achter dat er nog veel meer plooien zitten dan je in eerste instantie denkt. Ja, of dat sommige dus niet per se een plooi zijn. Ja. Of dat je denkt dat er een naad zit, maar die zit er niet. Nee, dat is wel interessant te zien, want hier heb je een plooi en hier heb je een plooi. En op het eerste oog dan valt het niet zo op, omdat alles plat is. Maar als je deze loshaalt en hem opbeurt, dan zie je dat het dezelfde plooi is die weer omgevouwen is. Dus hij heeft twee richtingen. Ik zelf een patroon tekenen, dus heel erg leuk. En ik geloof er bijvoorbeeld heel erg in dat als ik een tekening maak van een jurkje of wat voor kledingstuk dan ook, die tekening wil ik niet aan iemand anders geven dan een patronenmaker, zodat die hem maakt. Omdat ik er heel erg in geloof, deze lijn, stel dat ik een mouw inzet, dan moet dat mijn lijn zijn. Het is misschien een beetje een romantische gedachte, maar maar daar geloof ik heel sterk in, ja. Ik heb nog niet echt direct materialen eigenlijk in gedachten waarmee ik wil gaan werken met dit project. Dat zal straks vanuit mijn moodboard gaan ontstaan. Die op mijn atelier, de muur, die begint steeds voller te raken met inspiratie. En vanuit daaruit ga ik die stap eigenlijk maken. Waar ik wel aan zit te denken sowieso, is om wat meer kleur in de klederdracht terug te brengen. Die er vroeger al in zat en later wat weg is geëbt. Ja, wat dat betreft, op sommige plekken hoefde ik helemaal geen stipjes te zetten. Want dan is het gewoon een gigantisch kleurverschil inderdaad. Dat is wel tof. De makers van de klederdracht van vroeger, stel ze zouden nu leven, hoe ze dan zouden werken. Ik denk vooral heel erg praktisch. Dus alles wat makkelijker en sneller maakt, dat gaan ze toepassen. Maar toch dat ze ergens een soort van subtiliteit en gevoel in hun kleding leggen. Bijvoorbeeld door dingetjes te verstoppen of een heel bijzondere stof te kiezen. Even kijken. Nou, dit is op mijn atelier. Dit is mijn werktafel. Ja. Dus dit is allemaal onderzoek wat ik heb gedaan en daar ligt een jakje. Ja. En hier heb ik er allemaal strepen opgezet op de stof. Omdat ik geen idee had hoe die plooien allemaal werken en de volgorde. En op deze manier kon ik heel goed zien hoe de stofrichting loopt in het jak. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wat ik begrijp is de belangrijkste naden, dat is deze lange. Ja, ja. En deze die middenachter zit. Ja. Die hier middenachter zit. Deze, dat is de of dat is deze. Ik wijs hem helemaal verkeerd aan. Ja. Dat is de allerbelangrijkste. Ja. Ja. Omdat je dat hier doet, dan krijg je dit. En dat moet je hebben. Ik vind het echt prachtig als modeontwerper om te zien dat er vanuit één lab
puur door alleen maar te vouwen, dat er zoiets moois als een jak kan ontstaan. Dit wordt er enkel uitgeknipt, hè? Dat is alles. Ja. En dan wordt dit stukje, misschien of dit, dit werd gebruikt voor dat padje. Hier achterop, hè? Ja. Dat knipte ze hier uit, hè? Ja. Je naait het hier erop en dan naar boven die hoeken mooi afwerken. Mm-hmm. En dan dit naar binnen en dan mijn voeringje dit weer netjes afwerken. En dat verwerkt je dan zo tussen die plooien. En wat is uw handelsmerk, uw teken? Want heeft u deze... Nee, dat heb ik niet. Nee, ik ben geen handelaar. Dat heb ik niet. Dat had het die echte naaister. Okay. Maar ik ben geen echte naaister. Nee, maar doet het toch maar, toch? U weet het wel. Dus dan, ik weet het wel. Ja. Dus dat is echt een soort van gewoon door te doen. Ja, dus het is zo dreigen, omdoen, zit niet lekker. Doe ik hem weer af, doe ik een ietsje aanpassen. Ja. Ah, oké. Okay. Maar ja, iemand die voor een ander doet een jaknooster, kan dat natuurlijk zo niet doen. Nee. Ja, dat zak nog eens even dicht toe. Kijk. Ah, ja. Dat is dit naadje. Hier begin je hem smal. En dan hier doe je het zo breed. En hier doe je het proberen. Het is één naad, niet twee. Ja. Maar ik ben maar een boerentrin die nooit wat geleerd heeft, hoor. Nou, ik vind het toch knap. En ik kom van het platteland in de Achterhoek, dus ik ben ook een beetje een boerentrien. Even kijken hoe ver ik in het hoekje. Het ziet er toch al een beetje op een jakje, hè? Nou, een beetje erg. Kijk. Nou, dat hebben we toch even rap gedaan, mevrouw Vos, toch? Daar ben ik wel blij mee, hoor. Nou, een handwerk houdt in dat ik het handwerk, de ambacht van de klederdracht van vroeger ga vertalen naar het nu. En wat ik daarmee vooral hoop, is dat ik een brug sla tussen die oudere generatie die dat beheerste en de generaties na mij die er heel ver vanaf staan. Dit is het jak waar het allemaal om te doen is. Vroeger waren de mensen een stukje kleiner, zoals je ziet. Maar hier ben ik ingedoken. Ik heb samen met Carina van het Zeeuws Museum een paar dagen in het depot gezeten. Mocht ik door het hele archief heen gaan. Af en toe witte handschoentjes aan. En daar heb ik eigenlijk een beetje les gekregen in het jak, in de geschiedenis van het jak. En gewoon onderzocht en vragen gesteld en gekeken hoe het allemaal werkt. En ik heb er zelfs eentje gekregen van het Zeeuws Museum die ik zowaar uit elkaar mocht halen. Wat echt dodelijk was om te doen met een toolmesje, om een 200 jaar oud dingetje uit elkaar te halen. Maar het was ook wel heel erg magisch, omdat ik daardoor echt hem uit elkaar kon halen en zien hoe die in elkaar zat. Ik wist dat het uit één lap wordt vervaardigd. Ik dacht dat hij eigenlijk zo uit zou vouwen naar de zijkant. Maar ik ontdekte dat hij naar boven uitgevouwen werd. En dat kun je hier heel erg mooi zien. Maar verder kun je mooi zien dat er een bepaalde hele belangrijke plooien in zitten die zorgen dat het jak zijn vorm krijgt. Ik heb het ook allemaal met markers aangegeven, wat ook alweer een soort heiligschennis is. Maar daardoor kon ik wel weer zien hoe die terug in elkaar moeten. Dat is natuurlijk om te doen. Dus dit jak heeft zichzelf even opgeofferd voor het hogere doel. De grote teleurstelling voor mij kun je hier ook in zien. Want op voorhand wist ik dat het een jak uit een lap wordt vervaardigd. En door te vouwen en de restruimte te laten zitten, ontstaat de vorm van het jak. Maar het is dus niet echt een vierkant. Zoals je ziet, dat vond ik wel de grote teleurstelling. Dat ga ik in mijn eigen product of installatie, ga ik dat dus wel doen. 200 jaar lang heeft het zo dicht gezeten en ik heb het opengemaakt. En daardoor zie je die kleurverschil erin zitten. Dus dit soort plooitjes die opengaan, dat voor textielmensen zijn een soort tijdscapsules eigenlijk. Je gaat nog even terug in de tijd. Uiteindelijk heb ik daar niet iets mee gedaan, maar ik vond het wel een heel mooi ding om te ontdekken. En het mooie, nu toch bijstaan, vond ik ook van dat het jak vroeger, dus vooral vanwege de portemonnee, zo die constructie is ontstaan. Omdat ze nog weer de stof wilden kunnen hergebruiken. Dus vroeger was het vanwege de portemonnee. Maar nu is het natuurlijk een hele andere reden. Vanuit
het milieu. Dus als je kleren aanschaft, dan moet het wel iets zijn wat je langer wil houden of wat een mooi verhaal in zich draagt. Dus daarom denk ik dat het verhaal van het jak ook heel erg relevant weer is geworden. Het is een 200 jaar oude vouwtechniek die vroeger vanwege de portemonnee vooral werd toegepast. Maar nu is het vanuit duurzaamheid en dat verhaal weer. Dus het heeft eigenlijk weer opnieuw zijn waarde gevonden. Tenminste, zo zie ik dat. Ja. Zoals je nu de labels hebt van Prada, Chanel, weet ik het, Antoine Peters natuurlijk. Heb je hier altijd het teken zitten van degene die hem in elkaar heeft gezet, van de naaister. Het is niet bekend van wie dat is, maar op die manier lieten ze toch een soort van handtekening achter in het jak. Ik heb het automatisch over een naaister, want ik stel me zo voor dat de mannen op het land stonden. De restruimte liet ze gewoon zitten aan de binnenkant. En aan de buitenkant zie je dus dat het gewoon naden zijn, zoals je nu ook in de kleding hebt. Maar in de tegenwoordige kleding dan wordt de mouw ingezet of gesneden en dan wordt de restruimte wordt gewoon weggegooid, wordt niet gebruikt. Omdat het alles op maat wordt gemaakt. Dus alles hier in de normale kleding nu zit nooit echt zoveel natoeslagen in. En in deze kleding dus wel. Dus dat is wel echt een geheim. Van de buitenkant zou je dan niet bevroeden, maar als je hem eenmaal uit elkaar haalt of de binnenkant goed bekijkt, dan ontdek je al die stof die erin zit. En dat is ook mijn uitgangspunt voor mijn vertaling van het jak eigenlijk. Want dan ga ik even daar laten zien hoe ik verder ben gegaan. Ik doe mijn moodboards altijd onderverdelen in hoofdstukjes. Dit is divers, dat is constructie, presentatie, dit is dessin. Dit was een soort van input voor richtingen om daarin bezig te zijn. Dus grafisch, verwering, het vouwen en daarna weer uit elkaar halen. Allemaal kniplijnen. Het jak heb ik op de pop gemouleerd, ook weer helemaal aangegeven. Die heb ik uit elkaar gehaald, zoals je hier ziet. En daar heb ik dan weer een technisch tekening van gemaakt. Als je deze op ware grootte groot maakt en stel je hebt in papier je fouten in elkaar, dan heb je een jak. Dit is dan het op ware formaat eigenlijk. En vanuit die technische tekening en het patroon ben ik weer gaan kijken wat ik daar allemaal mee zou kunnen. Ja, want dit is een stapel van allemaal jakjes die ik heb gemaakt om sowieso de constructie zelf te onderzoeken. Maar ook te onderzoeken wat het doet in verschillende materialen. Dus stug materiaal, wat soepeler materiaal. Dit zijn onderzoekjes met de richting van stof. Bijvoorbeeld deze heb ik de katoen helemaal geasseerd. Om puur te kijken van stel je hebt een rechte lap met allemaal lijnen, je vouwt hem dicht. Wat er dan gebeurt met de draadrichting van de stof. Ik dacht misschien kun je daarmee goed heel erg benadrukken hoe een jak gevouwen wordt. Nou, dat viel mij een beetje tegen. Dus dat ben ik uiteindelijk niet meer verder gegaan. Maar je kan wel zien dat de lijnen niet allemaal rechtdoor lopen. Ik heb hem ook in een heel stug materiaal gemaakt. Om te kijken wat daar dan weer mee gebeurt. Zoals je hier ziet, dan blijft het heel erg uitstaan. Het jak heeft korte mouwtjes. Dus ik had zoiets van, ja, zo'n jak dat is helemaal niet praktisch als het van die korte mouwtjes heeft. Dus daarom heb ik ook onderzocht van, goh, hoe zou dat werken met een lange mouw? Dus dat was ook weer vanuit constructie. Op een gegeven moment zei mevrouw Vos tegen mij van, ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom je nu nog een jak zou maken. Het zit niet fijn, het is niet praktisch. En dat vond ik best wel een openbaring dat ze dat zei. Maar het is natuurlijk wel een ontzettend cool ding vanuit die vouwtechniek en dat hele verleden. Dus toen dacht ik, oké, dan kunnen we het misschien gaan vertalen naar een trui. Dat we een trui gaan maken vanuit die 200 jaar oude vouwwijze. Zodat je hem wel weer graag draagt. En daaruit ben ik dus heel erg met de jogging aan de slag gegaan. Dus hier heb ik een 1-op-1 vertaling gemaakt van een origineel jak naar een jaktrui. Zo'n lange mouw, andere hals, wat langer. Maar alleen een vertaling naar een jogging, dat vond ik niet tof. Want ik wil ook uitleggen aan de drager en ook naar degene rondom die drager eigenlijk, vanuit welke techniek het voort is gekomen. Daarvoor is dit wel een hele goede band. Dit is het jak, die heb ik dus uit elkaar gehaald. En die heeft een paar hele belangrijke plooien in zich. En toen ik die begon te visualiseren, bijvoorbeeld zo'n manier door het puur eventjes snel te schetsen, vond ik dat ook al een esthetische kracht in zich hebben. Het is heel erg grafisch en krachtig en een paar krachtige lijnen en daardoor ontstaat het jak. Every square is a jak. Dus alles wat plat is en je die vouwlijnen op toepast, dan zou je het kunnen vouwen tot een jak. Nou, dat heb ik een beetje tot in het surrealistische doorgetrokken. Een iPad, een dambord. Dat zou dan op ware grootte een jak zijn en daarmee zou ik benadrukken dat het jak vanuit een vlak ontstaat. Maar ik vond het toch een beetje flauw. Dus dat heb ik niet gedaan. Hieruit kwam wel weer voor dat ik het echt mooi vond hoe die lijnen werkten. Nou, en daar ben ik hiermee verder gegaan. En daaruit is het eigenlijk steeds meer uit de hand gelopen. Ik noem het wel eens het uitkotsen van ideeën. Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk ideeën maken en niet al weer bezig zijn met de consequenties of wat het uiteindelijk zou moeten worden. Ja, het ontstaat gewoon.
je hebt een langere tijd waardoor het ook af en toe kan indalen en je even de tijd hebt om het op een wand te plakken en even met een ander project verder te werken. En dan zit ik daar op de bank tijdens de lunch en dan zit ik naar de muur te kijken en hey, vrek. En dan zo ontstaan er weer nieuwe stappen. Hier doe ik echt letterlijk de vouwlijnen leg ik uit. Maar hier ga ik ze overdrijven. Hier treed ik eigenlijk buiten die vouwlijnen. En door overdrijving benadruk je juist iets. Door iets op te blazen, laat je zien wat er belangrijk aan is. Of wat er heel mooi aan is. Als je deze fout, of die fout, of die fout... dan zit er ook nog een grafisch aspect buiten die vouwlijnen. En daardoor benadruk je eigenlijk stiekem die vouwlijnen. Dus als mensen dan vragen, oh, dat is een toffe print. Waar komt dat vandaan? Nou, dat is dus het hele verhaal wat ik vertel over de grote kracht van het jak. Die 200 jaar oude vouwtechniek eigenlijk. En dat hoop ik hier dus heel erg mee uit te leggen. Waar ik nu mee bezig ben is eigenlijk de laatste stappen perfectioneren van de jaktrui. Met een marker heb ik zitten schetsen. Dus hierop heb ik alle lijnen benadrukt, die belangrijkste lijnen in een jak. En die ben ik daarna gaan vouwen tot een jaktrui. Dus dit is vanuit die graphics die je daar zag, is dit nu een onderzoekje. Wat gebeurt er als ik het op ware formaat terugvouw tot een jak? En dat kun je hier zien, bijvoorbeeld die assering die je daar zo plat ziet. Als je die vouwt, dan valt een deel van die assering weg. En daardoor krijgt het ook een hele nieuwe esthetische waarde. Het idee is dat de trui van zichzelf mooi is. En dat mensen dat dan ook gaan vragen, van wat draag je? En dan zit er dus dat hele verhaal achter die graphics in de trui. Want het is dus een overdrijving, een opgeblazen assering van die 200 jaar oude vouwwijze. Dat lijkt me nog het allermooiste, dat er straks een jaktrui is die je kan dragen, die het verhaal in zich heeft. Maar dat er ook gewoon een lap is die een jaktrui kan worden. En dat je die bijvoorbeeld kan kopen en dat je dan zelf de jaktrui in elkaar kan zetten. En op die manier kom je natuurlijk op de meest ultieme manier in aanraking met die vouwtechniek. Doordat je het gewoon zelf hebt gedaan. Maar het liefst zou ik eigenlijk een graphic hebben die ik ook in 3 kleurtonen heb. Misschien een meer ton sur ton, wat meer zwart-wit, wat minder kleurrijk. Een tussenstap en een hele kleurrijke. Zodat je op die manier ook zo hebt van dat de mensen die wat meer zwart dragen. Ik zelf draag nooit zwart, maar je hebt een heleboel mensen die zwart dragen. Dat die ook de jaktrui zouden willen dragen. En dan een lekkere kleurrijke die ik dan ook weer zelf aan kan natuurlijk. En hieraan kun je trouwens ook goed zien van de jaktrui. Ben ik heel erg aan het worstelen geweest om er een lange mouw aan te fabriceren. En dit is dan een deel wat ik er zelf aan heb gemaakt. Want eigenlijk houdt het jak, originele jak hier op. Maar dan heb je dus een korte mouw. Ik heb dit eraan toegevoegd. 2 inknippen. En deze delen worden gevouwen. Waardoor je ook nog een lange mouw hebt. Ik wil heel graag het concept uitleggen, maar aan de andere kant ook iets creëren wat heel erg tof is om te zien wat tot de verbeelding spreekt. Want dat is natuurlijk belangrijk. Je kan wel alles uitleggen en dat het niet uitziet, maar dat schiet niet op. In eerste instantie moet het heel erg cool zijn, waardoor het je überhaupt aanspreekt. En daarvoor is het eigenlijk een combinatie geworden van de ontdekking van die lab. Dat een lab een jak wordt, in combinatie met mijn space garments. En dat zijn mashups tussen ruimte en kleding. En daar speel ik eigenlijk heel erg mee, om een beetje die fantasie te prikkelen en je aan het denken te zetten erover. Als we een textiel creëren van een jaklap, dat zit dan op een rol, stel ik me zo voor. Dus je hebt jak, jak, jak. Als je het doorknipt en dan heb je een lap, daar kun je een jak van maken. Maar oorspronkelijk is dat een rol. Hier zie je bijvoorbeeld het tekeningetje jak, jak, jak. Hier wordt het dan een jaktrui en gaat die verder. Hier ook. Hier heb ik een rond getekend. Hier heb ik een recht getekend. Dus allemaal dus kleine schetjes. Hier heb ik wat met vlakken, post-its. Hè. Dus heel associatief. Daar heb ik er nog wat inspiratie bij verzameld. Uiteindelijk zit ik hier nu aan te denken. Een lap stof begint, en waardoor je ertoe aan wordt getrokken. En eigenlijk de fantasie prikkelt. Maar in het midden dat hij even gevouwen raakt en dat het even een jaktrui wordt. En daarna weer doorgaat als een lap. Dus je hebt een lap die begint daar, die bounced op de grond, die komt hier samen. En hier zijn die paar plooien erin ingevouwen, ontstaat de jaktrui. Dan zie je, verrek, dat is gewoon een lap. En daarna gaat hij weer door als een lap door de rest van de ruimte. Dus ik kan me voorstellen dat er bij de opening een live model in zit. Maar zelfs al zou dat niet het geval zijn, er zit een pop in. Doordat het zo'n installatie is, je kan er doorheen lopen, je kan er onderdoor lopen. En daardoor beleef je het heel anders. Want als je hier loopt, dan heb je echt wel een andere aanraking met het kledingstuk dan wanneer het alleen op de pop zit en je er een beetje zo naar moet kijken.
We zijn nu bij De Reuver, de breifabriek. En hier zijn we nu bezig om een breisel te ontwikkelen. Die vanuit het jak aan het ontstaan is. Dus eigenlijk ieder klikje is een steekje, toch? Ja, ieder puntje. Dit puntje is één steekje dan. Ja. Als ik het laat zitten, dan zul je zien dat er al ergens een foutje zit. Want het grappige is nu dat de artwork, want dit is nu, de artwork lijkt natuurlijk ingedeukt. Maar dat komt omdat deze vertaald wordt naar de machine. Ja. En dat er een andere soort rek op komt, ja, vanwege, ja, de garens. Ja. En dan komt hij weer in zijn fatsoen, ja, zoals, die, ja, zoals we hem nu, ja, ja, hier hebben. Op mijn atelier liet ik eigenlijk al het hele onderzoek zien naar de vouwwijze van het jak. Ik ben er gewoon met een stift mee aan de gang gegaan. En uiteindelijk heeft dat een artwork opgeleverd. Waarmee ik dus die vouwwijze van het jak eigenlijk opblaas en daardoor benadruk. Maar ik ben dat ook op ware grootte gaan testen. En dat heb ik bijvoorbeeld hier. Dit is een half jak. Zoals je hier dan ziet, wat mevrouw Vos aangaf, de allerbelangrijkste plooi, dat is deze. En dan heb je nog de andere vouwlijn die ook in het jak zit, die zorgen voor de mouwinzet bij het okselpunt. Dus als je deze fouten ontstaat, de koep bij de mouw. Nou, het leuke bijvoorbeeld vind ik ook dat, zoals je hier ziet, deze koep heb ik met stippen aangegeven. Maar wanneer je die dichtstikt, dan ontstaat er een hele andere vorm. De stippen die worden anders aan elkaar gekoppeld en hier ontstaat opeens een wolk van stippen. Dus dat zijn hele interessante dingen die er ook ontstaan. Dus ik laat ook het toeval een beetje meespelen in het eindresultaat. Nou, dit is een van de eerste tests die uit de machine is gekomen. Dit is dus een dubbel breisel. En nou ja, het eerste waar we dus achter kwamen is van, dit is de breedte, die is al aardig goed. Dit is de lengte, maar de lengte moet eigenlijk twee keer zo groot worden. Maar dat is iets waar je dan achter komt als je eenmaal aan het breien bent. Maar waar ik nu al tevreden mee ben, is de hoeveelheid detail die erin zit. En het mooie vind ik ook dat van veraf, dan vloeit het toch samen voor het oog. Dus dan zie je bijna het artwork zoals ik net liet zien op papier. Maar als je eenmaal van dichtbij kijkt, dan zie je de steekjes. En dat vind ik ook weer heel erg mooi, dat dat gevoel van breiden dan heel erg in zit. En hier heb ik aan de achterkant, want dit is de achterhals, hier heb ik een halve schaar silhouet ingemaakt. Dus dan herken je een schaar. Omdat dit een kniplijn is, vond ik het wel heel erg mooi dat je hier achter een half schaar silhouet hebt zitten. Dus er zitten wel van dat soort symbooltjes in verstopt eigenlijk. Dit is bijvoorbeeld ook een geintje wat ik erin heb gestopt. Dit wordt een mouwnaad, dit wordt de mouw. Dus deze mouw, die komt hier aan vast, wordt die gestikt. En ik heb het symbooltje aan beide kanten gedaan. En doordat die straks aan elkaar wordt gestikt, ontstaat hier aan de zijkant van de mouw, ontstaat er dus nieuwe vormpjes. En dit heb ik dan stiekem ingestopt. Dit is mijn logootje. Ik had toch de behoefte om een soort van handtekening nog meer ergens te plaatsen. Ondanks dat dit allemaal op mijn eigen, echt mijn handtekening natuurlijk, mijn handschrift gebaseerd is. Vond ik het toch leuk om mijn logootje erin terug te laten komen. Dus dat heb ik op deze manier gedaan. Ja. Nou, hier staan we bij de breimachine. Dat is een van de prachtige breimachines die hier staan. Het is echt te gek om hier rond te lopen. En hier zijn we nu aan het testen hoe we het breisel mooi kunnen krijgen. Want het is een complexe breisel, sowieso een dubbel breisel. Maar er zit ontzettend veel detail in. En dat is niet zo heel erg makkelijk om voor elkaar te krijgen. Het is afhankelijk van de instellingen, van de garens, de rek die erin zit. Dus dat zijn we nu eigenlijk allemaal aan het uitproberen. Dus dat wordt hier nu gemaakt. Ja. Hij is wel los, ja. Hij is minder strak. Dus ja. Eigenlijk wordt hij wat langer dan. Stel dat ik dezelfde afmetingen van die hierin gebruik, dan zou deze lap zeg maar 10 centimeter langer zijn. Deze op deze en dan stikken we hem hier binnen zo helemaal dicht, zodat je hier een naad hebt. Ja.
Want ik heb daar op tafel heb ik een zwart jakje liggen. Die is echt 100 jaar oud. En daarin kun je zien dat ze daar ook de restruimte in hebben laten zitten. Ja. Dus aan de buitenkant dan zie je de naden en lijkt het net alsof het weggeknipt is. Maar ze hebben alle restruimte laten zitten. Dan lok ik hem af. Wauw. Dat is een mooie machine, hè? Ja. Ik laat hem eerst even zien. Ik ga hem gewoon aandoen. Ja. Nou, deze is natuurlijk ook vrij groot. Mm-hmm. Wel, het ook niet. Het is een designer trui, hè? Dus dan, dus dan mag dat allemaal. Mm-hmm. Ja, hier is mijn logootje. Dit is een soort elleboogpatch wat hier zit. Kijk hier. Driehoek op driehoek. Driehoek op driehoek. Als het goed is, zitten hier nog een halve schaar. Nou, het is wel echt een serieus vette trui, of niet?